En dan begin ik met Wout de Vries. En de samenwerking met Ludolf begon in 1993, 30 jaar geleden, waar Wout ook werkte. En in het interview als vriend van Ludolf, ook weer in die Stillwater Info 86, heeft Wout over Ludolf gezegd: een goede neus voor urgentie. Denk een waarwoord. Voor jou. Mooi. Nou, welkom allemaal. Ik ben zeer vereerd om hier te mogen aftrappen. En een grote last toch wel op mijn schouders om snel te zijn. Want ja, als je over Ludolf aan het praten bent, ja, dat kan eigenlijk niet kort. Maar ik ga toch mijn best doen. En mij is gevraagd om dat ook vanuit Rijkswaterstaat te doen. Nou, 30 jaar lang kennen we elkaar niet zozeer vanuit Rijkswaterstaat. Maar Rijkswaterstaat komt regelmatig gezamenlijk. Maar voordat het zover is, toch een wat andere beschouwing. Dit is zeg maar waar de nieuwkomers voor staan op dit moment in het waterterrein. Maar je zou het ook kunnen zeggen, het staat ook een beetje symbolisch. Je staat daar aan het begin van die uitwaaierende curve. Je hebt je diploma op zak en welke kant ga je wel niet op? Heel veel mogelijkheden, het kan heel ver gaan. Nou, dat zijn de nieuwkomers. Maar ja, Ludolf is geen nieuwkomer. Die komt daar links vandaan. En die komt daar nu ergens uit. En ik voel me daar ook wel een beetje mee verwant. Maar het grappige is, dit doet mij ook eigenlijk denken aan de ontwikkelingen van de laatste decennia, waar toch eigenlijk weinig aandacht voor is en wat ik toch wel iedereen wil meegeven. Er is nogal wat bereikt. Als je even wereldwijd kijkt, dan zie je dat in die periode waarin Ludolf gewerkt heeft, dat bijvoorbeeld de extreme armoede geweldig is afgelopen, of weer teruggelopen in de wereld. We hebben natuurlijk wel het probleem van Sub-Saharan Afrika. Maar dit is eigenlijk amper bekend dat het heel veel bereikt is in deze. Hetzelfde heb je het over kindersterfte. Uiteraard doe ik wat cherrypicking. Er zijn andere curves die de andere kant op gaan, zoals de wereldbevolking. Maar dit is toch niet helemaal, dat moet je niet denken, zomaar voorbij laten gaan. Zeker niet op een dag als vandaag. Want dit heeft Ludolf natuurlijk ook wel in zekere zin gekenschetst. En de vraag is natuurlijk, was hij nou zo'n wereldverbeteraar? Want ja, je hebt het toch met de paplepel ingegoten gekregen. En de tweede vraag is, ja, wat doet Rijkswaterstaat in dat geheel? En het is wel grappig, Rijkswaterstaat is, ja, u hoort het mij zeggen, bescheiden als altijd. En dat zie je namelijk niet alleen in het logo van de dag, daar kun je eigenlijk amper lezen dat daar Rijkswaterstaat zit. Maar als je het STOA-gebouw binnenloopt, en daarom heb ik mijn foto daar ook laten maken, dan staat daar een peilschaal van Rijkswaterstaat. He, dus wij zijn overal aanwezig, ook bij de STOA. En ja, dat kenmerkt ook wel een beetje de wijze waarop wij zo aan het werken zijn gegaan. Nou hoorde ik uit wel ingelichte bronnen, zijnde Gerard Harmsen, dat voordat wij elkaar leerden kennen, dat jij al iets met rioolwaterzuivering 2000 hebt gedaan. En dat was jouw eerste kennismaking met, voor zover wij kunnen nagaan, vanuit de STOA met Rijkswaterstaat. Waarvan akte. Toen kwam 1993 en kwamen we elkaar tegen bij het zogeheten ICET-congres in Den Haag. ICET staat voor International Commission on Irrigation and Drainage. Het is een tegenhanger op het Land- en Watermanagement van de ICOLD. Hier misschien nog wat beter bekend, maar met name in Azië en ook in Zuid-Amerika en zo is een behoorlijk sterk beweging, zou je kunnen zeggen, waar op dat moment Rijkswaterstaat, de professor dr. ingenieur Bart Schultz, ik weet niet of hij toevallig in de zaal is, maar die was daar de chairman of de president en die had ons aan het werk gezet. En daar gingen wij dan elke dag weer mensen interviewen, krantje maken. Daarnaast was Ludolf natuurlijk ook de grote regelaar van de busexcursies. Dus nou, dat was een goede start van onze samenwerking, maar daarna werd het wel weer wat rustiger. Uit die tijd stamt ook een wat structurelere bijdrage vanuit Rijkswaterstaat aan het STOA-werk, dankzij Richard Jorgensen, die voor een goede, regelmatige stroom geld zorgde vanuit Rijkswaterstaat naar de STOA, omdat hij zegt van ja, Rijkswaterstaat, het ministerie, zorgt voor de theoretische kennisontwikkeling van het beheer van de primaire waterkeringen. STOA vult dat aan met de praktische kant van de zaak.
En tot op de dag van vandaag doen we daar eigenlijk hele goede dingen mee. Dat we hier zo in de zaal zitten, heeft daar wel mee te maken, denk ik. Toen was het even rustig. Ja, je denkt, hoe is het mogelijk? Maar dat was toen nog mogelijk. Tot circa 2001, toen werd ik THW-coördinator. Ik mocht vanuit die rol mocht ik ook in de programmacommissie. En op een gegeven moment verschijnen ter burele van de THW-coördinator Jacqueline, Ludolf Wentholt. En die kwamen mij vragen of de THW alsjeblieft de STOA-publicaties van een keurmerk kon voorzien. Nou, de mensen die Jacqueline kennen weten dat hij dus heel erg diplomatiek en amabel is. Degene die Ludolf kennen weten dat hij heel soms een beetje een terrier kan zijn en ongeduldig. Degene die mij kennen, die weten van, nou ja, ik sta een beetje, ik weet niet wat ik ermee moet. En waar gaat dit over? Dus zo verliep dat gesprek eigenlijk. En het is er nooit van gekomen. Maar ik weet ook niet of dat erg is. Toen kwam Wilnis en dat was een behoorlijke wake-up call. En er moest heel veel gaan gebeuren. Ik mocht samen met professor Frans Barends een onderzoeksvoorstel. En toen kwamen de gevleugelde woorden van Frans, die zegt van, joh, we hebben nou een prachtig budget. Daar doen we even de factor pi overheen, dus maal 3,14. En we gaan daarmee naar Den Haag. Nou, daar treffen wij een zekere ambtenaar, bij DG Water toen nog geheten. En nou, het kwam helemaal precies uit. De factor pi verdween en we hadden ons budget wat nodig was voor... Ja, dat is dan toch de genialiteit van zo'n hooggeleerde heer die wat vaker met dat beltje heeft gehakt. Nou, de STOA was ondertussen flitsend bezig. Er waren gelijk allerlei onderzoeken in het veld gaande. Er werden al handleidingen en handreikingen uitgebracht. En natuurlijk moesten wij ook in het veld eens even gaan kijken hoe dat er nou voor stond. Ja, degene die de foto heeft genomen zag er ook een stukje jonger uit. Maar voor degene die de mensen niet herkennen, rechts is Ludolf. Er was ook een explosieve aandacht voor de inspecties. Want de toenmalige bewindspersoon die reageerde eigenlijk van, ja, we hadden het niet zien aankomen enzovoort. Het moet maar eens afgelopen zijn met die middeleeuwse methoden. We moeten de inspecties een flinke boost geven. En dat was dus eigenlijk het startpunt van VIW. Gewoon structureel gaan kijken naar hoe ga je de inspecties vormgeven. En uiteraard lag er al een eerste verkenning van de STOA. Overigens vind ik dit altijd een heel spetterend voorbeeld van Veen. Als Ludolf zich een beetje had kwaad gemaakt, had hij dat brok in zijn eentje kunnen optillen. Het is echt ongelooflijk, dat Veen, dat is eigenlijk net helemaal niks. Enfin, Gerard Moser heeft daar een hoop werk gedaan. Er is ongelooflijk hard gewerkt door een groep mensen. En er zijn, ik weet niet hoeveel, publicaties in zeer korte tijd gekomen. Maar publicaties, dat is eigenlijk niet waar het zozeer om gaat. Je moet vooral die kennis ook uitbrengen. En dat staat er ook zeker bij. Nou ja, en dan kom je eigenlijk naar hoe VIW via PIW naar PIW is gedaan. Want voordat het instandhouding was, was PIW professionalisering van de inspecties van waterkeringen. En dan zie je dat je een opstartfase hebt, waarbij dus heel belangrijk is dat je die pilots in de gang zet, zodat je mensen rond de tafel krijgt. Dat was toen echt al nieuw. Idee van Ludolf, van jongens, mensen in het veld bij elkaar. Gewoon uitwisselen van kennis en ervaring. En doorgaan. Gewoon stug volhouden met het hele verhaal. Nou, het feit dat dat toch al zo'n beetje 20 jaar gelukt is, geeft ook aan de waarde daarvan. Ja, en wij mogen af en toe ook zelf mee op de dijkinspectie. Het wordt steeds vermoeiender, kan ik je vertellen. Zeker ook als je met Wijnand meeloopt, want die loopt je de vierkant uit. Maar goed, het is wel heel erg illustratief en goed om dat te doen. En ik heb nog iets van 5 minuten, dus ik hoop dat het goed gaat. Dit is zoals PIW nu draait. Ontwikkelen, ondersteunen en ontmoeten. En het is toch wel heel belangrijk dat ontwikkelen, daar moet je voor zorgen dat dat niet het meerderheid van je budget pakt. Zorg er ook voor dat je veel tijd en aandacht hebt voor die andere twee dingen. Want anders blijf je met papieren kennis zitten. Ja, en dan kom je, het verschil tussen STOA en Rijkswaterstaat. Hier zien we een zestal projectleiders. Peter Blommaert, Hoyte Detmar, Pieter van Berkum, Vera Konings, Astrid Labrière en Gerard. Ja, hij zag ze komen en gaan, zal ik maar zeggen. En het is wel bijzonder, dat realiseerde ik me eigenlijk nu pas. Ludolf is al die tijd op de post gebleven. En dat is toch wel heel
waardevol, denk ik, voor Waterkerend Nederland, dat je gewoon een continue factor hebt. Nou, er zijn ook andere dingen die we samen doen. Zo hebben we dus ook sinds 2010 de workshop Dynamisch Kustbeheer, waarbij het toch wel zaak is om te zorgen dat je van het vasthouden van de duinen naar de doorstuiven toe komt. Carole van Gelder is daar drijvende krachten achter. En ja, Peter is er ook altijd bij. Ja, wij zijn er ook altijd bij natuurlijk, op diverse locaties. Onderzoek asfaltdijkbekledingen. Ik weet niet hoe het nu heet, iets met circulair of lauw asfalt of wat dan ook. Maar dat loopt ook nog steeds door. Het is ook een zeer hardnekkige materie. Maar we hebben, nou, ik denk voor 500 miljoen aan asfalt liggen langs onze dijkbekledingen, waar toch we iets mee zullen moeten doen. Noodmaatregelen, ook workshops vandaag voor geweest. International Levy Handbook, daar zijn leuke anekdotes voor te vertellen die ik ook ken, maar ik was er niet bij, dus ik vertel ze niet. Maar Kees Henk Oosinga weet precies hoe het ging toen ze daar de bar uit werden gegooid ergens in Frankrijk. Daar had je toch weer een kleine rol in. En er zijn er nog veel meer van dat soort zaken. En dat is het grappige, er is altijd wel ergens bij een of ander project of zo, is er zo'n voorbeeld te noemen. Ik denk dat dat toch ook wel heel bijzonder is. Ja, waar we niet omheen kunnen, is natuurlijk, Ludolf, bij de Kring van Zeeweer en Ingenieurs. Dit is een beetje een ja, dwars doorsnede willekeurig, met in het centrum daar Ludolf, die daar de Declaration of Gdansk voorleest. Het was hilarisch, dat doe ik ook hartstikke leuk. Ja, bepaalde mensen die herken je, zoals Piebe van den Berg. Ja, bepaalde anderen niet, zoals mijzelf daar linksboven, maar ook Ian Hodge daar. Dat is echt al een groep die ook al zo lang bij elkaar is en waar je een hoop mee kan doen. Is de vraag, ja, doet Ludolf dat nu allemaal alleen? Ja, eigenlijk niet. Je doet het met alle partners, waterveiligheid. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Dus het samenraapsel van waterschappen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie. En met de juiste mensen op de juiste plek. En ik vond het wel interessant te weten dat Ludolf dat wel heel goed kan organiseren. En dat is denk ik wel een hele waardevolle bijdrage. Uiteraard dan zie je weer zo'n fotootje. En dan moet je zelf moet je er weer bij slepen. Hè. Dat NRWS heb ik er maar ingezet, want ja, dat is dan weer weggevallen. Maar goed, we zijn er toch altijd, dus dat maakt niet uit. Nou, de grote steun vindt Ludolf natuurlijk, behalve bij zijn thuisfront, bij de STOA, zeker ook bij zijn collega's. En dan wil ik er toch nog wel twee even in het bijzonder halen, was het alleen omdat het een hele mooie foto is. Ja, die zijn toch ook, nou, ik weet niet hoe lang jullie al bij de club zitten, maar al die tijd ook altijd de constante factor. En ik denk dat dat heel waardevol is. Nou, dan komen we bij het persoonlijk woord. Wij houden van zeilen, doen dat regelmatig samen. En mij is gevraagd, zoals iedereen, om een ding mee te nemen wat hem aan Ludolf doet denken. Nou ja. Ik denk, ik hang er alvast neer. Als je goed ruikt, dan ruik je het ook. Dat is namelijk het suikerbrood. Als ik naar de STOA ging, dan had ik altijd wel een suikerbrood bij me. Want ja, dat was hij toch wel, meende Ludolf, was wel verplicht vanwege het contract wat er toen was met Infram. Ik weet het niet. Heeft Infram nooit een cent gekost. Maar ik wil je bij deze toch het laatste officiële suikerbrood overhandigen. Dank je wel.